Hallo reviewvrienden, hoe is je daar? Hier is je Pagaririririma. Ja, ja hoor. Het is natuurlijk zo dat de zomer een beetje voorbij is. Het is niet altijd even mooi weer als je wakker wordt. En ik heb daar geen last van, want ik vind het eigenlijk wel prima zo. We hebben een prachtige zomer gehad, dames en heren, jongens en meisjes. We kunnen wel heel lang zeuren, maar we hebben een prachtige zomer gehad. En als het op een gegeven moment voorbij is, is dat ook wel lekker. Ik zal je vertellen. Straks is die dagen wat korter zijn. En we kunnen gewoon weer een ertessoepje eten. En alle toeristen zijn opgesodemieterd hier uit mijn dorpie. Nou, vind ik ook niet zo heel erg. Ja, nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Laten we gaan kijken. Sinds mijn break, dus dat ik even een tijdje geen reviews heb opgenomen, kijkt er eigenlijk geen hond meer naar. Dus ik vraag me dan af, als er dan niemand meer naar kijkt, of ik dan godverdikke dit dan wel moet doen. Want ik... Nou ja. Wat is dit nou weer? Kaas. En niet zomaar kaas, maar kaas van Firelife. Firelife kaas. Weet ik veel wat Firelife is, maar het is 100% vegan. Gouda flavor. Free from dairy, dus er zit geen zuivel in kaas. Free from soja, ook geen soja. Free from gluten, zit er geen gluten in. Free from lactose, nuts en preservatives. Preservatives, dat zijn spulletjes waardoor het langer goed blijft. Wat zit er wel in? Ja, met kokosolie en vitamine B12. Ja, ik weet het niet hoor, maar dit zijn plakken kaas, wat dus helemaal geen kaas is. Er zit water, kokosolie, 23%, kaas van kokosolie. Gemodificeerd zetmeel, zeezout, aroma's, olijfextract, kleurstof, nou, het zal allemaal wel. Oké. En wat is dit dan? Het is hetzelfde, alleen hier heet het Original Flavor Slices. Dit is dan de Gouda kaas variant. Hier zit gewoon bijna hetzelfde in. Ja, hier zit letterlijk hetzelfde in. Maar wat dan het verschil is tussen deze en deze, dat weet alleen Jozef. Ik heb al vegan vleeswaren gegeten. Die waren niet te nakken. Laten we eerlijk wezen. Vegan, creamy. Dat is dan denk ik een soort, ja, hoe noem je het? Een soort smeerkaasachtig iets. Of noemen we het kruidenkaasachtig zonder kaas. Wat zit hier dan in? Eigenlijk ook hetzelfde als er hierin. Het is allemaal hetzelfde. En heb je hier, ach hemel, Greek white. Die arme Grieken blijven niks bespaard. En nu heeft iedereen die feta van zijn nalopen maken. En noemen ze dat dan witte kaas. Want dan kunnen ze. Want feta is geloof ik geregistreerd als merk. Dus dan mag je mag niet alles zomaar feta noemen. Dus in de supermarkt heb je allemaal witte kaas. En dat is gewoon feta. Goedkope meuk. Meestal niet de kanen. En toen dachten ze bij Firelife. Nou, dat kunnen we ook maken. Alleen dan in een variant zonder melk. Ja, jongens. Ik gun iedere gek zijn gebrek. Als jij op een dag zegt, jongens, weet je wat, ik eet geen vlees meer. Dan eet je toch geen vlees meer? Ik heb bijna rotte. Of als jij op een dag zegt, ik eet alleen nog maar gras. Dan ga je toch lekker lopen grazen, joh. Het maakt mij toch niet uit. Of jij zegt, ik wil wel kaas eten, maar niet van zuivel. Wat ik raar vind, want kaas is van zuivel. Maar goed, als jij zo'n behoefte hebt aan iets wat eigenlijk van zuivel is, maar het niet van zuivel is, maakt het me ook niet uit. Dan pleur je toch een plakje Firelife kaas op je zuurdees en broodje van de Reform. Dat kan mij niet zo heel veel bunkeren, joh. Het probleem is alleen het volgende. De meeste mensen die dit soort goederen eten, trouwens waarschijnlijk onbetaalbaar, die kijken naar andere mensen zo van, oh, jij eet zuivel en vlees. Oh. Dat zijn van die mensen die in jouw mandje kijken bij de supermarkt. En dan zo,
Ach jeetje. Ik had laatst zo'n wijfvrouw voor me in de kassa staan. Mijn kinderen kwamen uit school. En die zeiden, pap, we hebben zo'n trek in een tostietje. Haal ik godverdikke tosti. De kaas, hammetje en een casino wit. Zat er een vrouw voor mij. En die zit zo met naar mijn boodschappen te kijken. Zit ze zo. Ik zeg, wat is er, mevrouw? Wat is er iets aan de hand? Zegt ze, ach, witbrood. Dat kan toch niet? Dat is helemaal niet gezond, witbrood. Verschrikkelijk ongezond. Oh, wat erg. Denk je, joh wijfje, luister nou eventjes. Als jij nou gewoon die troep afrekent van jou in je kanus houdt, reken ik mijn troep af en hou ik mijn kanus over jouw spulletjes. Dat is nog niet te geloven. Toen keek ik trouwens over wat zij even lekker op dat bandje aan het liggen. Nou, dat was ook niet best hoor. Maar ja, wist dat wijven veel. Enfin. Vegan kaas. Dat moet maar. Ik ga het maar proeven, jongens. Ik kan mij het bommen. Je kan natuurlijk heel veel zeggen, maar dit ziet er wel uit als kaas. En dat is niet zo gek, want wat moet je doen voor kaas? Ja, je maakt een geel plakkie die heen en weer kan gaan. Lijkt op kaas. Waar ruikt het naar? Ja, het ruikt ook een beetje naar kaas. Nou. Ja. Als ik dit had gekregen van iemand die zou zeggen van ja, plakkie kaas. Zou ik zeggen, nou ik eet geen plakkie kaas zomaar, maar goed. Nou gegeten, zou ik zeggen, prima plakkie kaas. Het is wel heel raar. Het is 100% kaas. Je proeft gewoon. Het is gewoon kaas. En het is nog best lekkere kaas ook. Nou, dan gaan we gelijk maar door naar de goudse. Ik hou van gratis kaas. Dus als we die gewone al zo in de buurt van kaas kunnen maken, dan vraag ik me af of deze dan in de buurt van goudse zit. Maar dit is wel een beetje bizar. Dit is gewoon één op één kaas, joh. Ik vind die goudse nog lekkerder dan die gewone. Maar dit herken je niet als zijn er geen kaas. Wat gebeurt die mensen? Ja, dan gaan we maar over naar de creamy. Ik ben er een beetje van in de war. Ik was toch echt van plan te roepen dat het smerig was en dat het niks met kaas te maken had. Ik proef het verschil gewoon eens niet met kaas. Kijk, de creamy. Ja, dat is gewoon creamy. Even een vorkie pakken. Vorkie. Nou, wacht even. Zo creamy is de creamy niet. Het is een beetje hard. Wat het voor moet stellen. Ik weet niet wat ik moet voorstellen. Het is een soort smeerkaas. Nogmaals. Het is gewoon prima. Die kan je best op een broodje smeren. Alleen hier doet het meer denken aan extreem dikke kwark dan aan een kaas hoor. Want de smaak is een beetje truttig. Alleen smeer je dit op een broodje. Zo dan met een tomaatje erbij en wat peper. Denk ik dat je een lekker broodje hebt hoor. Vind je dit wel een beetje onbestemd, creamy? Maar ik moet eerlijk zeggen, dat zijn veel van die smeerkazen die. Ja, ik eet dat toch allemaal niet. Maar dat zijn die. Die zijn vaak een beetje onbestemd. De Firelight Feta. Wat ze. Niet feta noemen. Maar Greek White. Die zit inderdaad in het water. Zoals dat hoort bij feta. Het ziet eruit als feta. Ik mag lijden dat het niet smaakt als feta, want dan hebben we namelijk in de zuivelindustrie een probleempje. Namelijk dat het onnodig is. En het smaakt. Totaal niet naar feta. Nee, Fire Life, je was lekker bezig, maar
Dit heeft niets met Greek White, oftewel vette kaas te maken. Het smaakt niet naar. Dit is de ouderwetse vegan sensatie. Nee, de feta van Violife is niet te bunkeren. Volgens mij wordt het van schaap gemaakt. Correct me if I'm wrong. Daar zit een zuurtje in. Hier zit geen zuurtje in. Hier zit eigenlijk geen smaak in. En het is gewoon een beetje dik. De substantie is ook niet feta. Het is mislukt. Gelukkig is er wat mislukt, zeg. Dan de snokken. Twee voor de cijfertjes. En de cijfertjes worden verwarrend. Want Violife met hun vegan zuivel doet het hartstikke goed. Ja, oké. De feta slaat nergens op. De green white. Of weet je het? Greek white. De green white. De Greek white slaat nergens op. Heeft niks met feta te maken. Ja, het is een wit blokje in water, in een plastic folietje. Dan houdt het ook wel op de vergelijking. Want de smaak is helemaal naadje. Tenminste, er zit geen smaak aan. Ja, dat is gewoon niks. Dat krijgt gewoon een 4. De creamy, oftewel de hoe noem je dat? De frisse kaas. Hè? De wat je op een sandwichje kan smeren. Dat is prima. Alleen er zit niet zo heel extreem veel smaak aan. Maar dat is prima. Ik flikker dit niet weg. Ik gooi het in de koelkast. Want ik ga hier sandwiches mee maken met tomaatje en dingetjes. Dat is lekker. En helemaal niet slecht. Die krijgen van mij een 6. En nu gaan we naar iets ongelooflijks. Want de plakken kaas, de original flavor slices, dat zijn gewoon plakken kaas. Ondanks dat er nog geen koe in de buurt is geweest. Het zijn plakken kaas. Het smaakt naar plakken kaas. Het is heel knap gedaan. Die krijgt de gewone, die krijgt van mij een 8. En het is niet te geloven, maar de goudse plakken kaas, zonder dat het kaas kan zijn, die is zo verdikken goed. Die krijgt van mij een 9. Ja, en dit zal best wel wat kostbaar zijn, maar het is heerlijk. Gewoon een 9 voor de Firelife vegan kaas. Kom mij bommen. Ik wens jullie allemaal een prettige dag. Ik maak er wat moois van. En ik word niet vegan. Want ondanks dat ik dit best kan eten, hou ik van vlees. Ja? Nou, dag.